Mijn knieën schoten op die maandagochtend op slot. Nadat ik een week daarvoor al was hij ook al 2 keer op slot geschoten. Toen hebben we een MRI laten maken die maandag, omdat mijn knie toen dik was. Toen bleek er op de MRI niet veel te zien. En toen een week rustig getraind, was alle vocht weg. En die maandag gelijk met dezelfde oefening schoot mijn knie weer op slot. En toen was het duidelijk dat het mijn meniscus was. Ja. En toen opereren, daar zit niks anders op? Nee, precies. Toen heb ik eerst nog 's middags daar gezeten en nog even gekeken naar mijn knie. En toen gelukkig gelijk de volgende ochtend geopereerd. Dus dat is wel mooi dat het zo snel kwam. Ja. Mis je het trainen met die jongens? Mis je het lekker op het veld staan? Ja, zeker. Want ik kom na vrijdag altijd op de uitgang en dan kijk je wel naar de training en dan wil je ook gewoon weer meedoen. En nou kan ik al meer dingen doen en dan kriebelt het nog meer. Dus. Nou ja, je revalideert hier iedere dag. Wat doe je hier iedere dag? Hoe ziet je programma eruit? Ja, ik kom 4 keer in de week, 2 keer op een dag hier en op de vrijdag kom ik 1 keer. En dan 1 keer op een dag doe ik kracht voor mijn bovenlichaam en voor mijn rug. En de andere keer op de dag dan doe ik onder begeleiding van de fysio voor mijn benen sterker te maken. Ik kom straks ook gewoon weer fit en sterk terug. En, wanneer kom je terug? Ja, dat is moeilijk te zeggen om een exacte datum te zeggen van dan ben ik terug. Alleen we lopen nou wel voor op schema en we moeten nooit te vroeg beginnen, want stel dat er weer wat gebeurt dan... Waar beschouw jij voor jezelf dit seizoen ten einde? Qua wedstrijden en dergelijke wel. Dan kan ik me beter op het volgende seizoen richten. Alleen ik hoop nog wel mee te trainen, gewoon met de selectie. Gewoon, van nog misschien 1 week of 2 weken van tevoren om gewoon lekker met de groep te eindigen. Wat verwacht jij van het volgende seizoen? Ja, dat weet ik zelf ook nog niet helemaal zeker. Ik ga gewoon vanuit dat ik gestart met bij PSV, want daar is het niveau zo hoog mogelijk. En ik wil altijd op zo hoog mogelijk niveau starten. Het lijkt mij geweldig om te trainen met een keeper als Andreas Isaksson. Daar kun je verschrikkelijk veel van leren, denk ik. Ja, inderdaad. Dus, kijk je toch mooi tegenaan. International, heel veel... Is hij veel met jou bezig? We praten onderling wel. Dat doen we met z'n allen. Dat doen we zowel met Bas en met Cassio als met Andreas. Hey, hey.